eens hoeveel ik van je hou. Helemaal tot aan de maan en terug. Lieve Billy, ik ben een tijdje weg. Je zult de oren van mijn kop de hele dag door, papa dit, papa dat. Nu naar bed! Van een vader begrijp ik het wel. Van een moeder kan ik me zoiets niet voorstellen. Soms moet je een prijs betalen. Als niemand het meer gelooft, geloof ik het nog, papa. Laat me nooit in de steek. Natuurlijk niet, gekkie. Als er iets met mij gebeurt, wil jij dan voor Billy zorgen? Jezus, man. Ted, ik wil Billy terug. Heb je enig idee waar ik doorheen gegaan ben het afgelopen jaar? Je zal hem nog steeds zien. Je bent zijn vader. Billy heeft hem thuis, bij mij. Met mij. Ik ben zijn moeder. Ja, dat kort samengevat. Meteen al alle emoties die naar boven komen bij Kramer versus Kramer. Het was een boek, het is een film geweest. En nu, Stijn Westerlind, sta jij op het toneel, onder andere met Rick Engelkes en Pia Douwers, in de toneelversie hiervan. Ja, dat klopt, ja. Ja. Hoe, laten we eerst even beginnen met of jij, want jij bent een redelijk jonge acteur. Had jij de film ooit gezien vroeger? Ja, ja, zeker. Ja. Hoe vaak? Ik was 7 toen hij uitkwam. Dus ik heb hem toen niet in de bioscoop gezien. Mm-hmm. Ik heb hem ergens halfweg de jaren 80 heb ik hem gezien. Ja, het is ook zo'n film die komt om de zoveel, om de 2-3 jaar komt hij weer een keer voorbij. Of je bent zelf even op internet aan het googlen en je komt erop dat je denkt, toch even kijken. Ja. Ja. Ja, en nu sta jij zelf in dat stuk op de planken. Wat is jouw rol? Want we hebben de vader en de moeder en dat verscheurde kind, Billy. Ja, ik speel de rol van Bob. En Bob is in deze versie, mm-hmm, zoals wij het doen. Want het is namelijk, het is een versie die we hebben gemaakt van het boek, de film en van het toneelstuk. Wat Avery Corman ook zelf heeft geschreven. Okay, ja. En dat allemaal bij elkaar genomen, dat is deze voorstelling geworden. Dus de rol van Bob bestaat eigenlijk niet. Mm-hmm. Het is een samengestelde rol. Anders had Rick Engelkes nog 12 acteurs erbij moeten betalen. En dat kon niet winnen. Okay. Dus dat Dick van Heuvel heeft zo mooi geschreven dat het één figuur is geworden. Die heeft Kees Bo trouwens gemaakt. Ja. En ik heb de rol overgenomen. Ja. Dus het was heel fijn, dankjewel Kees. Ja, want Kees had andere dingen te doen. Ja, Kees die speelt een hoofdrol in een hele mooie grote Nederlandse speelfilm. Hoe duur is de suiker? Ja. En dat moest hij opnemen in Zuid-Afrika. Dus vandaar dat, dat hij dat moest, dit moest afzeggen. Dus hij in zijn boot is het anders brood, zo moest je zeggen. Ja. Ja, dus het was heel fijn. Maar goed, de rol van Bob. Bob is bevriende collega van Ted Kramer. En het zijn een beetje snelle jongens die werkzaam zijn in de reclamewereld. En hun werk is hun leven. Mm-hmm. En allebei zijn ze getrouwd en hebben ze kinderen. Maar ja, vrouw en kinderen, leuk, die zie je op zondagmiddag misschien of zo. Ja. Het is niet zo heel erg belangrijk. Als het dan misgaat met het huwelijk van Ted Kramer, pardon, dan is Bob in eerste instantie zoiets van, Jezus man, wat doe je moeilijk. Ik vond je vrouw eigenlijk al een ontzettend saaie muts. Wees blij dat je van haar af bent. Ja. Maar wat veel vervelender is, dat ze Billy, hun kind, bij hem heeft achtergelaten. Dat is echt wat Bob heel raar vindt. Ja. Als je weggaat, neem dat kind ook mee. Ja. En dat is ook heel fijn, want dan heeft Ted lekker zijn handen vrij en dan kan hij nog meer uren in de zaak stoppen. En kunnen nog verder groeien. Maar dat gebeurt dus niet. En wat zo mooi is aan de voorstelling, en dat zit ook wel in de film, mm-hmm, is dat alle mensen rondom Ted Kramer en Billy heen, die vangen dat hele gezin op. Ja. En dat is heel mooi daaraan. En ja, het is heel schrijnend, maar het zorgt ook voor hele leuke situaties ook. Die echt uit het echte leven komen, waar je wat je niet kan verzinnen van tevoren, dat het zo zou gaan. Ja, en gaat die Bob ook veranderen? Jazeker, ja. Niet heel veel, hoor. Nee? Niet heel veel. Maar hij neemt het wel heel erg op voor Ted. En het is meer dat Ted hem heel erg vertrouwt. Mm-hmm. En hij zegt ook tegen Bob van, Bob, ik wil graag hebben dat jij de scheiding gaat regelen. Ja. Ik wil hebben dat jij de advocaat, mijn advocaat bent. Ja. Want
Bob is bedrijfsjurist, dus hij weet wel iets van recht af. Ja. Maar niet zo heel gek veel. En een scheiding is toch echt iets anders. Zeker in Amerika. En zeker in Amerika. Maar al, deze voorstelling speelt zich gewoon af en lekker in Amsterdam. Gewoon. Oh, dus okay. Dat is heel gek. Dat kan gewoon een flitscheiding. Ja, 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 in feite wel. Het gaat ook heel snel. Ja. Alleen, ja, dan merk je toch wel dat Bob inderdaad bedrijfsjurist is. Ja. En niet alles helemaal dicht heeft kunnen timmeren. Ja. En na anderhalf jaar komt Johanna, gespeeld door Pia Douwens, komt dus weer terug. Wie komt dat kind halen? En eist haar kind op. Ja. Ja, en dan wordt het ineens wordt het lastig. Ja. Nou was het bij de bioscoop altijd zo dat de Kleenex al bij de ingang werd uitgedeeld, als het ware. Ja. Ja. Hoe is dat in theater? Ja, hetzelfde. Ja, ja, het is precies hetzelfde. Ja. Wat ik zelf leuker vind dan de film, is, dit is een voorstelling, een klassieke voorstelling met een lach en een traan. Mm-hmm. Er wordt namelijk ook vreselijk hard gelachen op heel veel momenten ook. En dat is een hele mooie tegenhanger van de hele schijnende momenten ook. Ja. Maar het einde is altijd, wordt heel stil. Ja, ik kan me ook voorstellen dat als je met zo'n fragiel product, hè, wat al heel veel succes heeft gehad in de film, door de film, ja, dat je ook een risico neemt met zo'n stuk. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Dat, je kan ook de andere kant benoemen. Het is een hele bekende titel. Ja. Het is thematiek wat dat is nog steeds zo. Dat verandert niet. Pijn tussen twee mensen uit elkaar gaan, dat verandert niet. Nee. Een kind wat achterblijft, dat is, de thematiek blijft hetzelfde. Ja, dus het is eigenlijk wat dat betreft is het gewoon een klassieker. Ja, nou, wat heel bijzonder is, wat eigenlijk niet opvalt, maar wat heel erg aanwezig is, dat we heel vaak een ouder en een kind zien zitten in de zaal. Oh. Eén ouder en een kind. En is dat dan meer de vader of meer de moeder? Dat wisselt. Dat is 50-50. Ja. Ja. En dat is wel hartverscheurend om te zien. Ja, want je vraagt je af, hoe vindt zo'n kind dat? Om dat zelf ook weer te zien natuurlijk. Nou ja, wij krijgen van veel kinderen te horen dat ze veel beter begrijpen wat er is gebeurd. Hmm. Tussen hun ouders. Ja. En het is wel heel goed werk dan. Ja. Nou heb je ook de Nederlandse Arbo-wet. En je hebt een Billy nodig op het toneel. Ja, we hebben er vier. Ja, precies. Ja, bedoel ik. Ja. Ja, klopt. Is dat lastig om iedere keer met een andere Billy? Nee, is fantastisch. Ze spelen alle vier zo goed. Kijk, zijn kinderen, de jongste is 9, de oudste is 12. Mm-hmm. Maar ze zijn gecast op lengte. Ja. En Billy is eigenlijk 7 of 8 jaar oud ongeveer. En ze mogen maar maximaal 24 voorstellingen per jaar spelen. Ja. Dus ze moeten toch ook op tijd naar bed? Ja, moeten ze eigenlijk wel. Maar ja, ze zijn toch pas laat uit. Ja. Ja, laatst stonden we in Delfzijl. Ja, dan ben je laat thuis. Nee, dan mogen ze uitslapen. Dan. Oh, dan mogen ze wel uitslapen. Ja, de dag erop. Ja. Heb jij zelf zoiets wel eens meegemaakt in je directe omgeving? Zo'n situatie als Kramer versus Kramer, waarvoor je denkt van verdomd, ja, ik... Nou, van thuis uit, goddank niet. Nee, mijn ouders zijn 79 en 80 en nog steeds heel gelukkig bij elkaar. Ja. Maar ik ben 41 en in mijn vriendenkring, zij waren de eerste die een huis kocht. Ze waren de eerste die een kind kreeg. Ze waren de eerste die trouwden. En, dus en nu zijn het ook de eerste die gaan scheiden. Ja. Ja, en daar zitten een paar stevige vechtscheidingen tussen. Ja. Ja. Ja, het is wat dat betreft heel herkenbaar natuurlijk. En, ja, en daarom waarschijnlijk ook een groot succes. Mensen komen ook voor herkenbaarheid naar het theater natuurlijk. Ja, absoluut. Het is voor veel mensen is ook heel hard. Mensen pijnigen zichzelf soms ook om daar naartoe te gaan. Maar wat ik al zei, er zijn een paar goede vrienden van mij, die nodig ik echt niet uit. Nee, maar nee. Ik kan me ook voorstellen dat je er een soort van troost in vindt van, ik ben niet de enige. Ja, ja. Het is, je voelt, dit is heel grappig, elke avond is het natuurlijk anders. Het begin is altijd even lastig opzetten. Hoe reageert de zaal? Ja. Willen ze mee ook met de lichte kant? Of soms kiest een zaal collectief voor drama. Dan komt er geen lach. Ja, dan is het heel moeizaam. Maar ja, het einde, als het dan echt gaat over de hele rechtszaak die niet gevoerd gaat worden, dan voel je dat die zaal echt één collectief wordt. Ja. Dat is, elke avond is het zo. Ja. Hoe kom jij het theater uit? Ben je dan helemaal leeg? Nee. Nee hoor. Je kunt het wel weer afschudden. Nou ja, kijk, ik zal even uitleggen. Dat die rol van Bob,
Er zit ook nog de buurvrouw in Roos, ja, gespeeld door Margreet Boersbroek. En je hebt ook nog Fenneke Dam, die speelt wat verschillende rolletjes. En zij is stagiaire van de toneelacademie van Maastricht. Maar Margreet Boersbroek en ik, wij hebben een beetje wat lichte... wij zorgen voor de wat lichtere kant in de hele voorstelling. En dat is, ja, als er 500 man beginnen te lachen... ja, daar krijg je energie van, hoor. Dat is echt heel erg leuk. Ja. Dus nee, dat is een feestje elke avond. Ja. Je krijgt ook heel veel hele goede kritieken. Ja. Dat moet je ook goed doen. Ja, ja. En er is denk ik niemand die roept, hey, waar is Kees Boot? Nee. Ja, heel soms in het begin als ik opkom, dan hoor ik ineens wat geritsel van programmaboekjes. Van, is het er? Dat hoor je dan wel. Ja, goed, dat is na een half minuut ook weer voorbij. En dan zijn ze ook al aan me gewend. En dan, nou, wij zijn ook helemaal aan jou gewend. En we vonden het heel leuk dat je hier was, Stijn Westerlind. Ik kan ondertussen nog vertellen dat Kramer versus Kramer... op 25 en 26 april staat in het De La Mar Theater in Amsterdam. En op 14 mei in Zaandam, in het Zaantheater. 16 mei in Hoorn, in Schouwburg het Park van Roel Vente. En op 18 mei nog een keer te zien in Amsterdam en dan in de Meervaart. En voor de voorstelling van 25 april in De La Mar hebben we nog een aantal kaarten. Dus wilt u daarbij zijn, moet u snel bellen. 020 850 51 52.